Goedemiddag hè, en welkom op deze middagsessie in donderdag maart over grafisch ontwerp op basis van schablonen. Nu, om een klein beetje een overzicht te geven waar we het in deze sessie over gaan hebben, is ten eerste van ja, welke schablonen kunnen we allemaal gebruiken, dus welke tools. Dat is Canva, Thinglink en Genially dat ik opneem in deze presentatie. Waarom? Hè? Want het is niet zomaar tools hè, aan zich, maar vooral wat zit daarachter? Een beetje de wetenschap van hoe het leren werkt, maar ook wat onze taak is als leerkracht natuurlijk. En het hoe, dan gaan we een keer in op het hoe gaan we effectief die. Het eerste, het wat. Hè, ik heb voor elk eens een klein voorbeeldje, zowel voor Canva, Thinglink en Genially. Mocht je deze nog niet kennen, dan kan ik die voorbeeldjes even laten zien. Ja. En daarvoor ga ik naar hier. Voilà. Het eerste wat ik gemaakt heb via Canva is een soort boekbespreking, waarbij dat je dus je leerlingen niet alleen de taak op zich laat maken, maar ook al laat nadenken over vormgeving en dergelijke meer. En ondertussen zijn ze ook wel wat aan hun technische vaardigheden bezig. Ja. Dus wat dat je ziet is eenvoudig met een aantal afbeeldingen, maar toch al wat meer opmaak naar kolommen en stijlen die je zelf kan gaan uitkiezen in de schablonen. Ook een iets dat we vaak gebruiken, is de Canva gebruiken als een soort programma of als nieuwsbrief. En dat is ook gewoon op basis van een schabloon een aantal afbeeldingen toevoegen, maar je kan er dus ook die interactie in steken. Hè. Dus als ik hier nu op klik, ja, dan kom ik bij die uitnodiging van die vergadering of van die webinar en kan ik mij zo inschrijven. Ja, dus dat is ook wel heel sterk in Canva dat je daar dus interactieve elementen in kunt steken. Een tweede voorbeeld, de tweede tool, is dan Thinglink. En Thinglink is vooral gekend om zijn 360 graden afbeeldingen die je eigenlijk uit een bibliotheek kan halen en zelf gaan gebruiken. Ik heb hier nu een tandartse praktijk gebruikt om daar een aantal dingen in aan te tonen. In plaats van live met de klas ergens naartoe te gaan, kan je eigenlijk de praktijk al binnenbrengen in je klas. Ja, je kan daar tekst aan toevoegen of in dit geval bijvoorbeeld een extra schermpje met die afbeelding om iets te verduidelijken. Je kan ook een link leggen of een website embedden eigenlijk. Hier zitten we dus met een website die hier gewoon op popt. Wat kan je er ook in steken? Een poll. Ja, bijvoorbeeld, waar heb je meest schrik voor? Ik kies dit, voilà. En je kan er ook een link naar een andere Thinglink of naar een volgende pagina leggen. In dit geval bijvoorbeeld met een vraag die je dan juist moet beantwoorden. Het was het spoelbakje. Dat is niet om je handen, maar om je mond te spoelen. En dan kom je eigenlijk op een volgende pagina. Ja, dat kan binnen Thinglink. Dan heb ik nog een voorbeeld uit Genially. Dit is ook weer een schabloon die ik gewoon heb vertaald en een aantal dingen heb aangepast. Wat is hier mogelijk als leerstof? Het menselijk lichaam sleept dit punt naar de juiste positie, namelijk waar bevinden zich de quadriceps. Ja. Ik weet dat ze hier liggen, ik doe dat ook en ik kijk naar de oplossing en dan zie ik dat ik het inderdaad juist had. Wat kan ik hier ook nog achtersteken dan? Bijvoorbeeld een link naar een andere pagina. Of een filmpje. Als ik daarop klik, dan komt er een filmpje van YouTube dat ik hier heb geëmbed. Of een wat extra informatie, een tekstvak enzovoort. En zo kan je eigenlijk gewoon bepaalde leerstof op zo'n interactieve manier gaan tonen. Ja. Maar waarom zouden we dat nu doen? Daarover ook hier wel. Het waarom, en dat heeft dus inderdaad te maken met twee zaken. Enerzijds, ja, omdat onze hersenen op een bepaalde manier werken en wij daar natuurlijk op willen inspelen. Maar anderzijds ook omdat wij als leerkrachten een bepaalde taak hebben te volbrengen. Ja. Ik zoom eerst even in op het wetenschappelijke, om het zo te zeggen, van hoe werken onze hersenen? Hoe werkt ons geheugen? Wel, eigenlijk hebben wij in onze omgeving constant prikkels, ja, auditief en visueel. Het auditieve is ook bijvoorbeeld het stemmetje dat je in je hoofd hoort als je een boek aan het lezen bent. Visueel is natuurlijk alles in beeld. Nu, als wij dat willen, als dat binnenkomt, dan komt dat eigenlijk altijd binnen in ons werkgeheugen.
En als we het willen leren, dan moet het eigenlijk opgeslagen worden in ons lange termijn geheugen. En dan komt het in een bepaald schema terecht van eerder geleerde zaken. Nu, in dat werkgeheugen, wat eigenlijk beperkter is qua omvang, kan eigenlijk niet zo heel veel binnen. Maar er zijn wel twee processen werkzaam. Namelijk de auditieve verwerking en de visuele verwerking. Die zijn er allebei actief. En wat is nu het voordeel? Als je inzet op zowel woord en beeld, ja, dan ga je eigenlijk een leerverdubbelaar realiseren. Door die beperkte capaciteit van het werkgeheugen ga je eigenlijk maximaal gaan benutten. Ja, en daarom is het dus heel belangrijk om in te zetten op grafische leermiddelen. Zo. En zo worden die dan, komen die dan in ons lange termijn geheugen terecht, die nieuwe prikkels. Het tweede waarom we dus met dual coding aan de slag gaan, of waarom we beter met grafische materiaal aan de slag gaan, is natuurlijk onze rol als leerkracht. En wat hier staat, is eigenlijk een Europees raamwerk van wat de digitale competenties van een leerkracht moeten zijn. En dat gaat over alle leerkrachten, van je jongste kind tot adolescenten en het hoger onderwijs. Nu, enerzijds, er zijn een aantal aspecten over het samenwerken en dergelijke meer, maar vooral die pedagogische competenties van leerkrachten is het middenste leuk, namelijk wat doen wij in de klas, maar ook wat dat wij moeten aanleren aan onze leerlingen, dat vind je in dat rechterluik. Ik zoom even in. Wel, het zelf kunnen maken van digitale bronnen zou toch iets zijn waar wij vaardiger in moeten worden. Omdat we dat dan kunnen inzetten bij ons lesgeven. Met het gegeven van hoe de hersenen werken, ja, kunnen we daar beter gaan mee spelen, beter gaan lesgeven. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met wat wij onze leerlingen moeten aanleren. Ja, want zij moeten ook digitale inhoud kunnen creëren. Dus daarom gaan we ook die tools gaan aanreiken. Nu, ik heb hier een aantal dingen geknipt uit het ZIL-leerplan. Dus leerlingen tussen 10 en 12 zouden toch zelf moeten een presentatie kunnen maken met bepaalde tools. Dus die technische instrumentele vaardigheid. Maar ook mediageletterdheid, dat zij ook de juiste mediamiddelen moeten gaan kiezen in functie van een beoogd doel. Dus ook voor het secundair is dat het geval. Bij hen in het gemeenschappelijk leerplan ICT zit daar ook iets in. Over het feit dat zij kunnen op basis van modellen, bepaalde modellen, schablonen kunnen gaan gebruiken. Om het zo te zeggen. Voilà. Dit is het waarom. En dan stel ik voor dat we nu even naar het hoe gaan. Namelijk die verschillende tools aan zich. We zitten bij, ben hier bezig met presenteren inderdaad. Beginnen we met Canva. Dat is de eerste tool. Wat moet je doen bij Canva? Je moet je voor het eerst wel eens registreren. En om even duidelijk te maken, dit is met zijn gratis mogelijkheden meer dan genoeg eigenlijk. Dus je kan gratis aanmelden en eens je bent aangemeld, kom je terecht op deze homepage. En wat zie je? Als je zelf een ontwerp gaat maken, dan klik je gewoon meteen op deze knop. Maar ik wil jullie iets laten zien over die schablonen, had ik gezegd. Goed, die schablonen, het zijn er heel veel en afhankelijk van wat je precies wil gaan maken. Dus zowel presentaties zijn mogelijk, maar ook alles voor social media. Ik zeg maar een Instagram post gaan maken, kan je allemaal via Canva. Maar ook heel veel andere zaken, allerlei drukproducten, noem maar op. Oké, ik laat even zien. Als ik een ontwerp wil maken, kan ik hier bijvoorbeeld intikken, ik wil een presentatie. Ik zal even voor presentatie gaan. En dan heb je keuze uit heel wat schablonen. Je kan die gewoon even gaan bekijken, iets dat je zelf mooi vindt. Ja, kan je gewoon gaan uitkiezen. Ik vind dit bijvoorbeeld wel mooi. En dan kan je zelf zeggen, ik ga al die pagina's toepassen of alleen bijvoorbeeld dit en deze slide en deze slide. Ja, en dan heb je eigenlijk, kan je van start gaan om alles zelf aan te passen zo je wil. Ja. Dus een schabloon kies je gewoon hier bij de schablonen. Dan kan je daar zelf allerlei elementen aan toevoegen. Ja, wil ik hier nog een blokje zetten, dan kan ik dat heel eenvoudig
De kleur kan ik hier aanpassen. Ja, ik zou dat wel graag in dit kleur hebben bijvoorbeeld. Je kan er ook zelf dingen gaan uploaden die je zegt van ik wil daar nog een extra afbeelding. Dat kan je hier doen. Zelf een foto uploaden kan ook, maar je hebt ook weer een bibliotheek met mogelijke foto's. Ja. Stel, ik wil eigenlijk deze foto hier ook bij, wel, dan kan dat. Ja, ik zet hier een fotootje bij. Staat daar een foto die je zegt, ja, die wil ik eigenlijk niet gebruiken, maar wil ik vervangen? Ja, dan sleep je gewoon een andere foto en dan past die zich daar netjes in. Zo eenvoudig is het. Tekst kan je ook gaan aanpassen naar kleur. Je kan hier inderdaad ook wel andere zaken toevoegen. Bullets, als je dat wil, enzovoort. Stijlen, ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat is zwart-wit. Ik wil eigenlijk meer in een andere stijl gaan werken. En dan past die gewoon het hele schabloon meteen aan de stijl die jij hebt gekozen. Ja. Dit zijn zo'n beetje de mogelijkheden binnen Canva dan. Maar er is ook nog, ja, als ik dan nu, wat kan ik daar nu mee gaan doen? Hè? Ik kan die gewoon gaan presenteren, gaan gebruiken, maar ik kan dat ook, hè, voor een presentatie kan je dat gaan weergeven. Dus als je dan op weergegeven klikt, dan ben je meteen in presentatiestijl. Maar als ik bijvoorbeeld een schabloon van iets anders, hè, ik ga eens opnieuw beginnen en ik wil hier voor mijn social media, dat kan je ook met je leerlingen doen, hè, denk maar. Ik wil dat ze een Instagram-bericht maken. Nou, dan kunnen ze hier ook weer een schabloontje kiezen. Iets dat ze mooi vinden om een verhaal te maken. Zo. En dan ga je hier niet die weergave-knop vinden, maar wel de knop delen. En als ik daarop klik, ja, dan zie je zelfs de mogelijkheid om dat te integreren op je persoonlijke Instagram-pagina. Ja. Maar wat kan je met elk schabloon doen? Natuurlijk, je kan voor elk schabloon een weergave link gaan kopiëren. Bijvoorbeeld iedereen met de koppeling. En dan kan je nog kiezen of het iets is om aan samen te werken of gewoon iets is om te bekijken. Ja? Dus welk schabloon je ook maakt, als het iets is dat jij gewoon wil delen met anderen, dan zeg je ik mag bekijken en dan kan je inderdaad een koppeling maken en gaan delen. Je kan het ook downloaden zoals je wilt. Zo, dat is een beetje wat Canva betreft. Mochten er al vragen zijn, zet ze gerust in de chat en dan komen we er straks op terug. Ook zeer zeker belangrijk om te vermelden is wat je als leerkracht van mogelijkheden hebt bij Canva, hè, dankzij Wart. Als je op onderwijs, dus bij prijzen op onderwijs klikt, dan kan je eigenlijk hier als leraar je registreren voor een Canva for Education account. En daarmee heb je eigenlijk toegang tot alle schablonen. Ja. Bovendien kan je een klaslokaal inrichten waarbij dat je leerlingen ook toegang geeft om samen te werken of om hun ontwerpen te delen. En ook voor hen is dus de garantie dat alle schablonen toegankelijk zijn. De volgende, en dat is Thinglink. Nu, wat is Thinglink? Zoals ik daarnet liet zien, eerder een tool waarmee je 360 graden afbeeldingen kan gaan interactief maken. Wat is veel voorkomend, is dat je je gebouw zo toegankelijk maakt op je website. Hè, door eens een rondleiding mogelijk te maken voor mensen die niet fysiek aanwezig zijn op je school natuurlijk. Goed, mijn inhoud, dat is wat je zelf hebt gemaakt. Hier opnieuw hetzelfde, je moet één keer aanmelden en dan. Of één keer registreren en dan kan je aanmelden. Er is een grote 360 graden bibliotheek. Ja, hier kan je afhankelijk van het thema dat je kiest nog wat meer informatie vinden. Bijvoorbeeld heilige plaats. En dan kan je er een aantal gaan uitkiezen. Bijvoorbeeld hier de basiliek. En dan word je gewoonweg krijg je een 360 graden afbeelding. Wat kan je daar nu mee doen? Wel, als je die zelf wil gaan bewerken, omdat je dat wil gebruiken in je les, denk aan die tandartspraktijk, dan ga je dat eerst klonen. En als je het gekloond hebt, dan staat het bij je bibliotheek of je eigen inhoud. Ja? En dan kan ik, door erop te klikken, dit gaan bewerken.
Ik kan ook de privacy-instellingen wijzigen. Ja, is dat iets dat ik publiek wil gaan doen of privé of alleen voor mijn organisatie? Wat kan je ook nog doen? Een andere naam geven, de statistieken van wie het bekeken heeft enzovoort. Ja. Nu, het bewerken is natuurlijk hetgeen wat we willen gaan doen. Wat kan je daar nu allemaal aan toevoegen? Wel, dat zijn die interactieve elementen. Een tag, zoals het in ThingLink wordt genoemd. Ja. Welke tags kun je maken? Vanaf dat je op het tagje klikt, hè, dan krijg je zo'n bolletje. En dat bolletje kan je plaatsen waar jij wil. Ja. Stel dat ik nu, ja, ik wou het eigenlijk niet hier, dan druk ik op cancel. En dan ga ik eerst naar de plaats waar ik wel dat bolletje wil. Dus add tag, en dan kan je het verslepen op die plaats. Voilà. Wat kan je nu toevoegen? Wel, je kan een stukje tekst of audiovisueel materiaal aan toevoegen. Je kan er ook gewoon een naam aan toevoegen. Een andere website in integreren. Ik heb dat daarnet ook laten zien met de tandarts. Of je kan er ook een link naar een volgende ThingLink leggen. En zo kan je eigenlijk een soort leidraad van het ene naar de andere. Als je nu naar een andere afbeelding zou willen doorschakelen, kan dit ook. Of die creatieve poll kan hier ook. Zo. Dus eender wat je dan kiest, ja, als je media wil integreren, dan moet je hier natuurlijk een naam of een URL gaan kopiëren. Je kan er ook foto's en dergelijke meer invoegen. Ja. Wil ik eerder een andere website, dan moet ik ook de URL of de poll is ook een mooi. Die kan je gewoon hier je naam en de mogelijke opties, die tik je dan onder elkaar. Optie A, optie B enzovoort. Goed, en vanaf je dat op done drukt, dan wordt die bewaard. Je kan hem nog altijd verslepen. Zo, eentje klaar bent met al je interactieve elementjes, druk je op done en dan kan je het gaan delen. En ook hier is weer de mogelijkheid om het te embedden op een website, bijvoorbeeld van je school, als je die rondleiding wil geven. Maar je kan ook gewoon een link delen of een QR-code genereren. Dit zijn zowat de mogelijkheden. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om het te integreren in je PowerPoint. Voilà. De laatste tool, Genially. Nu, Genially heeft de mogelijkheid, meer dan ThingLink, heeft veel meer schablonen in zijn bibliotheek. Ja. Terwijl je bij ThingLink eigenlijk zelf ofwel je fotoafbeelding moet gaan uploaden of beperkt blijft tot die bibliotheek van 360 graden, heb je hier veel meer mogelijkheden. Ja. Je krijgt, vanaf dat je zegt, ik wil er eentje creëren, zal je zien wat er allemaal mogelijk is, want dit zijn de mogelijke schablonen. Gewone presentaties, ook infographics, de interactieve afbeeldingen enzovoort. Er is heel wat mogelijk, maar ook bijvoorbeeld gamification. Ja? Wat misschien ook wel leuk is om eens in te zetten in de klas, is bijvoorbeeld een escape game. Ja? En daar zijn dus al heel wat schablonen van aanwezig. Ja? Als ik hier de eerste, je kan ze allemaal eens bekijken wat je interessant vindt. Gewoon even op klikken en dan krijg je eigenlijk al een beetje te zien hoe die eruit zal zien. Ja, hier ga ik op start moeten klikken. Wat kom ik dan? Een aantal stappen die ik zal moeten doorlopen. Ja, als ik dit aanklik, dan zal ik een opdracht krijgen wellicht. Ah ja, er zal een vraag zijn waar ik dan een juist en twee foute antwoorden heb. En afhankelijk van wat ik kies, zal ik naar een volgende pagina worden geleid. Ja, dit was het verkeerde antwoord. Zou ik op het juiste antwoord geklikt hebben, ja, dan kom ik bij de volgende vraag. Nu, wat is het voordeel? Je kan dit dus volledig zelf gaan aanpassen. Ja, alle tekst die er nu in staat, is zowat opvultekst. Maar jij kan er dus je eigen leerstof in gaan toepassen. Dus elke tekst is gemakkelijk aanpasbaar. Ja, je tikt daar gewoon de... Hier moet ik misschien niet zo heel veel aan, maar ik ga er de wiskunde... Ik sta nog in de wiskunde escape room van maken, bijvoorbeeld. Ja. Ieder elementje die je eraan toevoegt, hè, zoals je ziet, alles wat ik aanklik, krijg ik telkens een aantal bolletjes te zien. En dit zijn eigenlijk de dingen die je daarmee kan gaan doen. Leg ik straks even toe. Maar je kan naast de dingen die er zijn, kan je zelf ook nog afbeeldingen toevoegen of figuurtjes toevoegen. Ja, als ik hier nog iets anders wil, kan ik er nog van alles aan toevoegen. Maar die bolletjes die daarbij staan, ja, dat gaat ook over die interactie. Ja.
En dat is hier heel sterk natuurlijk, die interactie, daarover gaat het allemaal. Welke interactie is er allemaal mogelijk? Wel, je kan gewoon een woord laten oppoppen bij een bepaalde afbeelding. Of je kan een nieuw venstertje laten openen, waarbij je dan bijvoorbeeld een video laat afspelen of een afbeelding laat zien of een langere tekst. Maar je kan ook linken leggen naar een andere pagina. En dat is wat in die escape room aan bod kwam. Je gaat van de ene naar de andere pagina, afhankelijk van welk antwoord je aanklikt. Je kan er ook linken leggen naar websites die dan buiten Genially liggen. Goed. Dus wat hier aan de hand is, als ik op start klik, ja, dan moet ik normaal gezien als interactiviteit hebben dat ik naar een volgende pagina ga. Ja? En de pagina's die er allemaal achter zitten, kan je dan gewoon gaan selecteren. Ik kan vooruit zeggen, nee, ik wil meteen naar die. Maar in dit geval was het naar de volgende pagina. Voilà. Zo, dat zijn zo wat de mogelijkheden. Wat is nog? Hè? Wat er te zien was bij die biologie, bij dat menselijk lichaam, ja, een figuurtje dat je kan gaan verslepen. Ja, nu kan ik dat element, eens ik het deel, is dat elementje versleepbaar. Maar dat ga ik weer uitzetten. Zo, als alles klaar is, ja, dan kan je dit gaan delen. Ja, je kan het publiek maken of niet. Ja, en gaan delen. Het bekijken, maar ik wil het tonen hoe ik het deel. En dan kan je eigenlijk kiezen of je het weer met een linkje via e-mail of zelfs mogelijkheden om het te integreren in Google Classroom of Microsoft Teams. Ja, en mochten er na het zien van deze sessie of het volgen van deze sessie nog vragen, bemerkingen of suggesties zijn, aarzel dan zeker niet om mij iets te laten weten.